Het Veronica-blad heeft elke week waanzinnig veel info over radio- en tv-programma's met showviewcodes, sport, trends en heel veel gratis specials. Bel nu 06-8850 en je krijgt een super dikke Veronica-blad bij je in de bus. 06-8850. Straks na de reclame. E-deelde. Hier op 6. Kijk dan. Michael Jackson. Het fenomenale album History. Michael Jackson. Alleen maar hits. History van Michael Jackson. Spaar nu met Maaslander voor een unieke Disney verjaardagskalender met onder andere Pocahontas, die op 2 oktober uitkomt op video. Let op de kalenderzegels. En daarom vraag ik je, wil je een keer met me uit? Robert. Ik wil al een keer met je uit, jongen. Wil je vragen of ik nog een tweede kans mag krijgen? Ook bij Michael Jackson's History. Alleen tijdens de platendiedaagse de CD The Best Life cadeau. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, Mars is een unieke smaak. I would shiver the whole night through. Het is de smaak van het leven. Mars geeft je nieuwe energie. Libertel introduceert bellen per seconde, betalen per seconde. Belt u maar 28 seconden, betaalt u maar 28 seconden. Dat klinkt logisch en dat is nu ook logisch bij Libertel. Vanavond bij Veronica, het is Halloween en dat moet gevierd worden in Home Improvement. Daarna nog meer humor in de speelfilm Once Upon a Crime met John Candy, James Belushi en Cybill Shepherd. En om 21:15 maakt Mariska in haar talkshow de tongen weer los. Morgenavond is dat de tong van Kiki Klasse. Om 19:55 Home Improvement, om 20:30 Once Upon a Crime en daarna Mariska, morgen. Dit is nog steeds Veronica, ik ben nog steeds Julia Samuel en we hebben nog twee programma's voor je. Nou, rond 12:30 hebben we een boeiende aflevering van de detective-serie Baywatch Nights. Met onder andere David Hasselhoff in de hoofdrol. Grant is een aantrekkelijke gigolo. Hij slaat vooral rijke weduwen aan de haak, maar heeft het eigenlijk alleen maar op hun geld gemunt. En dat loopt allemaal een klein beetje uit de hand. Maar we gaan nu eerst eens kijken hoe Jules Deelder het vanavond gaat doen in Deelder van A tot Z. Vanavond is de E aan de beurt, dus de E van España, Esperanto en van eten. En zijn gasten, die lust er wel pap van. Thank you.
E is van eten, ons dagelijks brood. Wie het heeft, blijft leven. Wie het niet heeft, gaat dood. Goedenavond. Ons eerste onderwerp vanavond, met een E, is het Esperanto. Het is een kunstmatige taal die is gemaakt om alle mensen over de hele wereld bijeen te brengen. En daar gaan we vanavond even over hebben. En daar heb ik twee gasten voor. En dat zijn Hans Erasmus, ook met een E, en Wim Jansen. Hallo. Hallo. Daar is het. Hallo. Ja. De heer Erasmus. Ik ben Hans Erasmus hier. Juist. Goed. Om te beginnen, misschien kunnen we naar aanleiding hiervan iets over die taal. Ik heb om te beginnen al iets voor je meegenomen. Oh, dat is leuk. Dat vind ik altijd leuk. Ik heb tuin er niet zo goed voor staat. Tulipo Esperanto. Die heet dus. Dat is een tulp die is. Mensen, dan ga ik even planten in de tuin. En wat voor kleur is het, weet je niet? Bonte kleur. Bonte kleur. Ja, alle talen, ja. Maar nou is er een gedicht van mij vertaald, hè, in het Esperanto. Dat heb je, ja. Zou je dat misschien voor kunnen lezen? Ja. En dan zeg ik, dan kunnen we misschien couplet voor couplet doen. Dat is namelijk het gedicht Road Town Magic. Dat heb je niet vertaald, hè, die titel. Nee, die was het fax weggevallen. Ja. Maar misschien kan je dat even ter plekke, Roadtown Magic. Rota? Ja, Roadtown is natuurlijk een samentrekking van Rotterdam. Magia. Rota Magia. Aha. Rotterdam is niet te filmen. De beelden wisselen te snel. Rotterdam heeft geen verleden en geen enkele trap GVL. Rotterdam la ne filminda, mal tranquilas diafon. Rotterdam la sen pasinta, sen fasadoi kun fronton. Rotterdam is niet romantisch, heeft geen tijd voor flauwekul. Het is niet vatbaar voor suggesties, luistert niet naar slap gelul. Rotterdam sen romantico, tenas blago in forde si. Sen inclina al poetico, sen babil severas gi. Zo. Het is niet camera gevoelig, lijkt niet mooier dan het is. Het ligt vierkant, hoog en hoekig, gekanteld in het tegenlicht. Film camera in gimaloga, sen pretende, sen grazie, kie blokon blokka pogas en pala sun rebrilas gi. Rotterdam is geen illusie door de camera gewekt. Rotterdam is niet te filmen, Rotterdam is veelste echt. Rotterdam ne imageblas, kiel kino illusie. Rotterdamo ne filmeblas, Rotterdamo estas gi. Juist. Heel mooi. Het is dus echt rijmend vertaald. Je hebt het rijmend vertaald, hè? Nou, ik heb het geprobeerd. Ja, toch wel. Ik heb al een kopie. Ja, het klopt wel. Ook het metrisch klopt het helemaal. Ja, dat was de bedoeling. Ja, ja. Maar wat kunnen we naar aanleiding van deze vertaling over dat Esperanto zeggen? Kijk, Esperanto is natuurlijk een ja, het betekent ik, hè? Ik die hoop of zoiets? Hij die hoopt, ja. Hij die hoopt, ja. Dus het is een soort van een idealistische. Ook wel, ja. Idealistische onderneming. Maar ook een praktische onderneming natuurlijk. Praktische onderneming, ja, daar wou ik het over hebben. Wat zijn de praktische kanten van het Esperanto? Nou, het is vrij eenvoudig te leren talen, althans minder moeilijk dan andere talen. Ja. En het heeft het voordeel natuurlijk dat als iedereen die taal leert, dan is hij in dezelfde positie. Ja. Want als je Engels moet leren, dan is degene die Engels is of wederspeelt, die is in het voordeel. Ja. En er zijn er nogal wat natuurlijk in de wereld die in het voordeel zijn. Daar maken ze ook goed gebruik van. En ik vind dus dat dus een neutrale taal voor de internationale communicatie een hele goede zaak zou zijn. Ja. En de politici hebben daar de mond vol van. Want die zeggen, ja, kijk eens, er is talendiversiteit, die moeten we beschermen. Ja. En er is gelijkheid van talen, enzovoort, enzovoorts. Maar in de praktijk, helaas, neigt het naar het Engels en ook in Europa, in de Europese Unie, naar Frans en Engels. Frans en Engels, ja. Want dat is natuurlijk die oude strijd die je krijgt. Wie wordt de baas in Europa? Ja. De Duitsers, de Fransen of de Engelsen? Ja. Ja, dat is een oud conflict. En dat,
We blijven je houden. Maar wat je zegt, ja, de Engelsen die zijn natuurlijk, en talen zijn aan nationaliteiten gebonden. Terwijl ja, de Esperanto niet. En dan de cultuur vooral natuurlijk. Ja. Je importeert niet alleen een taal, maar ook een cultuur. Ja, een hele achtergrond. Ja. Er loopt een grote kans dat het Nederlands dus gaat verdwijnen. Precies, dat kan ook onze minderheidstaal worden. Minderheidstalen die hebben een akelig lot, die verdwijnen vaak. Een soort folkloristisch verschijnsel ja, wordt het dan. Wordt het ja, tweede rangs taal. Maar hoe, als we nou het Esperanto erbij leren, dan blijft het Nederlands dus wel bestaan? Ik denk dat het ten goede komt van het Nederlands en van alle talen als we als tweede taal naast je eigen taal het Esperanto leren. Het is makkelijker te leren. Ja. Kun je ook meer aandacht besteden aan je eigen taal. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja, ook mensen die een minderheidstaal spreken, zoals het Fries, hebben dan meer tijd om aan het Fries aandacht te besteden. Ja, ja. En dat is je eigen taal en die moet je ook goed beheersen. Ja. Om je daar zeker in te voelen. Dat is je identiteit. Ja, is je identiteit. Ja. Dat heeft alles mee te maken, ja. Ja, ik zie het ook voor me, hoor, dat die kleine talen verdwijnen. Ja, dat is... Dus dan, moeten we die Fransozen en die Engelsen een beetje, een beetje afremmen, hè? Ja, denk ik want die willen dat gelijk annexeren, dat is een absoluut een feit. Maar hoe lang bestaat het Esperanto? Ruim 100 jaar. Ruim 100 jaar. Ja. En het is, jullie beweren dat het een levende taal is, hè? Zeker, je kunt er alles in uitdrukken. Je hebt gezien, het kan in gedicht worden, kunnen vertaald worden. Is er oorspronkelijke literatuur in het Esperanto? Zeker, heel veel, ja. Ja? Er komen elk jaar honderden nieuwe boeken uit op Esperanto-gebied. Maar die ook in het, Esperanto worden geschreven? En in oorspronkelijke taal. Ja. Want ik zie dan in dat... Want het is hier in Rotterdam met hoofdkwartier, hè? Ja, inderdaad. Het hoofdkantoor is in Rotterdam. Ik zie daar wel eens, dan kom ik daar wel eens langs, dan zie ik daar wel eens liggen zo'n boekje, Hamleto. Ja, ja. Dat is dan, hè? En dat zijn de werken uit de wereldliteratuur, zijn allemaal vertaald. Ja. Maar er is ook mensen die oorspronkelijk in Esperanto schrijven. Ja. Verandert het Esperanto ook? Nauwelijks. Nauwelijks. Het past zich wel aan natuurlijk aan nieuwe termen. Ja. Net zoals het Engels ook zich aanpast aan nieuwe termen en het Nederlands. Er komen nieuwe woorden bij. Natuurlijk. Volgens bepaalde regels. Ja, en het Esperanto is dat gedaan door de stammen te gebruiken en daar iets aan toe te voegen. En dat kun je dus heel veel doen met... je kunt ermee manipuleren, bij wijze van spreken, met die taal. Dat had het Latijn toch ook? Dat je aan de stam iets toevoegde, dat je ook de persoon Latijn kon zien? Latijn heeft het, maar dat is veel ingewikkelder Latijn. Ja, ja. Ja, veel ingewikkelder. Ja. Maar wat zijn zo'n beetje de basisregels van het Esperanto, zou je kunnen zeggen? Dat zijn er in de eerste plaats heel weinig. Het Esperanto heeft net zoveel regels als er nodig zijn om de taal goed te laten functioneren. Ja. De grote kracht van deze regels is dat ze geen uitzonderingen kennen. Geen uitzonderingen? Dus als je die weinige regels kent, dan ken je ze ook allemaal zonder enige uitzonderingen. Ja, ja. In alle talen is het natuurlijk een verzameling van uitzonderingen. Ja, want dat zijn allemaal talen die historisch gegroeid zijn. Ja. En het Esperanto is in feite samengesteld, zo'n 100, 110 jaar geleden, uit elementen van belangrijke talen. Ja, ja. En het Esperanto dat groeit en bloeit op basis van een regelmatig fundament. Zit ik er ver naast als ik hier zeg van dat het Esperanto toch iets te maken heeft met de opkomst van het socialisme? Klopt dat wel ongeveer? Ook wel. Kijk, in de tijd, begin van deze eeuw, de arbeider tussen aanhalingstekens had geen HBS of middelbare opleiding. Kon toen ook ineens een taal leren. Ja. En heeft er dus druk gebruik van gemaakt. Er waren ook veel lessen voor mensen in de werkloosheidstijd die Esperanto konden leren. Om zodoende toch ook kennis te nemen van ook internationale literatuur. Mm-hmm. En ook internationale contacten te leggen. Het was een zeer bloeiende vereniging voor de oorlog. Zeer bloeiende vereniging voor de oorlog, ja. En dat is nu minder dus? Helaas wel, ja. Het Engels heeft zich zo gemanifesteerd dat iedereen denkt dat Engels de internationale taal is. Het is natuurlijk ook een belangrijke internationale taal. Maar denkt ook dat het makkelijk is. En dat is absoluut niet het geval natuurlijk. Nee, maar ja, kijk, je hoort het natuurlijk de hele dag om je heen, hè? Ja, dat is waar. Dat is het voordeel van het Engels natuurlijk. Maar een behoorlijk stuk van niveau in het Engels neerschrijven, dat is natuurlijk nog iets anders. Ja, dat is een andere koek. En dat kan iedereen die een beetje studie van Esperanto gemaakt heeft, kan dat na een of twee jaar goed doen op hoog niveau. Ja, ja. En maar is er ook een internationale lobby eigenlijk, die het Esperanto dus... Vooral dus in Europa, hè, als tweede taal wil introduceren. Wordt er wat aan gedaan? Nou ja, ik zit zelf in een Europese werkgroep die dat nou juist probeert te bewerkstelligen. En we proberen vooral de mensen duidelijk te maken dat het er een taalprobleem is in Europa. En dat je moet nadenken over het invoeren of het gebruik van bijvoorbeeld Esperanto als tweede taal. Ja. En wij pleiten vooral ervoor om eens wat experimenten te doen op Europees vlak. Om te laten zien dat die taal bijvoorbeeld ook een belangrijke waarde heeft om, op pedagogisch vlak. Omdat je daar andere talen makkelijker mee kunt leren. Ja, als een tussentaal als het ware. Ja. En bovendien een brugtaal kan zijn voor mensen die verschillende talen spreken. Ook in het Europese parlement zou het fantastisch kunnen functioneren als brugtaal. Ja. Maar er wordt toch al gebrugd.
Ja. Kijk, niemand spreekt het in het Europese parlement. Is het niet zo dat direct van Portugees naar Fins. Nee. Dat gaat via Frans of Engels. Dus er zijn al brugtalen. Ja. Nou, het is eenvoudiger om dan Esperanto als brugtaal te nemen, die alles zeer precies kan uitdrukken. Ja. En dat zou dus ook een belangrijke kostenbesparing zijn. In de politiek zou dat zeker wel eens een, precies. een verademing zijn. Dat ja. is een taal kwam waar alles duidelijk in werd ja. uitgedrukt. Ja. Ja. Maar ook als, bij computervertalingen is het. Ja. Dat is tussentaal. Ja, het is een project geweest dat staat nu stil, voor zover ik weet, om het Esperanto te gebruiken als brugtaal in vertaalwerk per computer. Ja. Waarbij bijvoorbeeld een brontekst in het Nederlands door de computer vertaald zou worden in het Esperanto. Ja, en door een andere module in de computer verder vertaald zou worden vanuit het Esperanto naar het ja. Engels of het Frans of welke andere taal dan ook. Omdat het Esperanto de kenmerken combineert van een taal die voor een computer makkelijk te hanteren is door zijn interne logica en het afwezig zijn van uitzonderingen, maar ja. tegelijkertijd een taal is met een menselijk gezicht. Ja, ja. Een levende taal dus. Een levende taal, ja. Inderdaad. Het Esperanto is het projectstadium ontgroeid, eigenlijk al 100 jaar geleden. Ja. Het is uiteraard als een project gestart, want het was een taal die uitgevonden werd, die ja. op de markt gegooid werd door zijn auteur. En die nog moest groeien. Samenhof. Ja. Ja, deze taal werd levend op het moment dat een sprekersgemeenschap deze taal overnam. En dat ja. is gebeurd in de laatste jaren van de vorige eeuw. Sindsdien is het Esperanto steeds meer gebruikt geworden in allerlei sectoren van de maatschappij en is dus een levende taal geworden per definitie. Ja. Mm-hmm. Er is een sprekersgemeenschap die deze taal hanteert. Die is dun gezaaid over de hele wereld, ja. maar hij bestaat. Hij bestaat, ja. En, ja. Ja, dus waren natuurlijk meerdere kunstmatige talen, hè? Er waren, maar zijn geen succes geworden. Zijn al nee, maar noem eens een voorbeeld. Volapük. Volapük. Ja. En er bestaat nog wel. Volapük lijkt mij een, iets van Duitse origine. Ja, dat is een Duitser ja. geweest die dat uitgedacht heeft. Ja. En wat had je nog meer? Iets waarbij gezongen werd of zoiets? Of het Solasi? Ja. Het Sol Re Sol. Sol Re Sol, ja. Sol Re Sol, ja. En hoe, hoe praten die mensen dan met elkaar? Nou, dat vraag ik me ook af. Ik geloof dat er niemand meer Sol Re Sol praat. Maar het Sol Re Sol, dat was een taal die gebaseerd was op de muzieknoten. Op de muzieknoten, ja. Dus die bestond alleen maar uit Do, Re, Mi enzovoort. Oh ja. De woorden die waren beperkt tot woorden van 5 lettergrepen. Dus het was een taal die kon natuurlijk ook gezongen en gespeeld worden. Ja. Dat had ook zeker voordelen. Ja, misschien. Maar het Esperanto maar, kan ook gezongen worden. Ja. Maar het Sol Re Sol stond natuurlijk zo verschrikkelijk ver af van de werkelijkheid en van de herkenbaarheid. Ja, ja, ja. Dat het meer als een grap te beschouwen. Merkwaardige utopie eigenlijk. Ja. ja. En het Esperanto is dat ontgroeid. Het Esperanto is het projectstadium helemaal ontgroeid natuurlijk. Ja. We kunnen daar een bewijs van leveren, want u had een paar Esperantisten waren hier. Ja, één uit Pakistan en één uit Kroatië. Eén uit Kroatië, één uit China, één uit Pakistan. En misschien zouden jullie onder elkaar, als afsluiting, even met elkaar in die taal kunnen spreken, zodat ook de mensen kunnen horen dat het geen onzin is, maar dat het werkt. Ja? Nou, misschien best dat jij wat vraagt aan ze en dan gaan ze in het Esperanto antwoorden. Ja, maar het is het leukste als... Ja, ik zou wel willen weten van... kenden jullie elkaar al voordat je hier was? Chubikonas, wie in Kali? Ik Per brief hebben ze eerst gecorrespondeerd, maar nu zijn ze met elkaar in hetzelfde kantoor en nu spreken ze elkaar dagelijks natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ze konden dus zonder dat ze elkaar kenden, konden ze al spreken met elkaar en nu ook. Hij komt uit Pakistan, hij uit China en uit Kroatië. Ja. Ja. Ik wil ook dat hij wat zegt, want hij komt uit China. Ja, China. Nou ja, kijk, het is toch zo dat... Mi hao, weet je wel. Oh, ja. Hallo. Maar dat is zo, want kijk, voor ons Nederlanders geldt, als wij dus het voorbeeld willen hebben van de ontoegankelijke taal, dan is het Chinees zo natuurlijk. Ja, mm-hmm. Dus ik wil ook dat hij ook wat... Chubishat is la convenon, zit hier? Yes, het fact dat Chinio is een meer proxime voor Nederland. Dat is het EU-pondo, Europa-Azia-pondo. La convenon is Rotterdam.
alla fine è stato Cineo. Het ligt wel ver van elkaar af, maar ja. Het hoofdkantoor is hier, dus er is een goede band tussen China en Rotterdam. En Rotterdam. Ja. Ja, nou dat vind ik ook wel een hele mooie, hè? Ja, zo zie je maar dat in Rotterdam toch de wereld samenkomt, hè? Ja. Graag. Oké, okay, hè. Leuk. Oké. Okay. Van het Esperanto gaan we nu eens even over naar España. En dan gaan we eventjes vertegenwoordigen van Spanje, dat is Dora Dolz. Hè? Ja, die is... Nee, maar die komt misschien... Hè? Die komt, we zeggen, ja, Dora Dolz in de E. Maar die komt uit Spanje. Dat is ook met een E. Hey, hallo. Hallo. Hallo, buurvrouw. Ja. Ja. Ben je hard aan het werk, hè? Ik ben altijd. Altijd aan het werk, ja. Waar ben je mee bezig? Ik ben nu met een drieluik bezig. En dat is dus de slaapkamer. Aha, dus het wordt een heel huis? Het wordt een heel huis. Dus een woonkamer, eetkamer. Nee, de keuken die niet erbij. Nee, geëmancipeerde vrouw. Ik denk niet te vaak. En is dat een opdracht? Nee, dat is geen opdracht. Vrij werk? Het is voor een tentoonstelling. Ik combineer altijd opdracht met vrij werk. Met opdracht alleen, dat zou ik niet leuk vinden. Aha. En eigenlijk gaat het over een liedje, die heet La Hiedra. Van iedereen denkt dat in mijn onderwerp een beetje feministisch ben, maar dat is niet zo. Nee. Meestal zijn Mexicaanse smaardlappen. En deze is, ik ben geplakt aan jou zoals de Hiedra. Huh? Oh, het is klimop. Dat is de Hiedra. Klimop. Ja, klimop. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik ben nog niet klaar hoor, met deze. Zo, maar er staat hier wel een hoop, hè? Want je bent met een heleboel dingen bezig. Je doet ook veel keramiek, hè? Slecht verkoop, dan hou je de slecht verkoop, ja. Zelfs de borden daar, die zijn wel prachtig, hè? Ja, die zijn heel mooi. Zo. Die heb ik gemaakt met de porseleinfles. Ja, ja. En ze hebben een hele mooie techniek. En je kan alles zeggen over die oudbollige porseleinfles, maar ze maken steeds hele mooie dingen. En dat is de oudste Majolica-techniek in Nederland. Ja, ja. Dat is 400 jaar oud of zo. Die maar dat heb je eigenlijk uit je geboorteland, hè? Die, ja, Perzië en Mallorca, denk ik. Ja, dat kwam zo helemaal naar Nederland. Maar in Barcelona zie je dat veel, hè? Ja, maar nu wordt daar veel minder gemaakt. Dus in wezen ben ik blij dat ik in Nederland ben. Maar dan heb ik die traditie toch eigenlijk hierdoor kunnen zetten. Meer dan wat nu in Spanje wordt. Ja, ja. Toch is het gek, want in die tijd van hoe heet die... Gaudi en zo, die gasten, die gebruikten toch allemaal... Ja, maar de mensen die vergeten soms hun eigen cultuur. Ja. Weet je? Dat is hier in Nederland ook. Ja, met jullie eigen cultuur. Nou, wij dus ook. Ja, ja. En misschien door de soort heimwee dat ik heb gehad al die tijd. Dat ik dan juist onwillekeurig, dat ik dat toch wel doorzet met technieken en met kleuren. Dat ik anders niet zou gebruiken als ik in Spanje zou blijven. Dat weet ik niet. Aha. Huh? En die kast, die dingen daar, dat zijn... Dat zijn die grote, tenminste de kleinmodelletjes voor die grote objecten die zo'n beetje overal in Nederland zijn nu. Ja, die toen in die Singer. Maar hoe groot, welke orde van grootte moeten we dan dat weten? Dat is bijvoorbeeld mijn laatste ding. En dat is nu in Haarlem. En dat is 3 meter hoog. Ja, en dat is glas en keramiek en beton, weet ik. Maar dat schijnt... Dus 3 meter. Dat schijnt een beetje weerstand bij de burgerij. Ja, waarom? Komt... Nou, want er is een mevrouw, maar één mevrouw... Eén mevrouw, ja. Die zegt dat... Want het komt aan de Sparne, weet je, dus aan het water. Ja. En ze zegt dat de glas, dat zal een belemmering zijn of gevaarlijk zijn voor die varende boten. Oh ja? Dat ze zullen van de schitteren in oh ja? de ogen. Oh ja, over het eigenaardige argument. En dat haar huis in de waarde zal dalen vanwege dat ding. Nou, ik wou dat ik dat ding van mijn huis had. Ja, ja, en ook, geluidsoverlast, ja? Nou ja, er stond een hele leuke cartoon in de krant. Want die zei, ja, en al die geluidsoverlast. Ja, van de vreemde paren, die zullen daar, weet je wel... Ik vind het leuk als vreemde paren. Ik bedoel, ja, nee, maar ja, je hebt mensen in de stad die kennen daar niet tegen natuurlijk. Hè? En die dingen die heb je wel een opdracht gemaakt? Ja. Ik vind het heel leuk in opdracht werken, weet je. Maar waar staan die dingen dan? Wie kopen dat dan? Deze staat in België, deze staat in Wassenaar, dat is een fontein. Aha. Deze ben ik nu aan het maken, die komt bij Amersfoort in de buurt. Zo. Deze staat in Apeldoorn, deze staat in het Oude Noorden, ja. Rotterdam.
altijd heel goed staat bij. Staat me, kent, ja. Kent wel hebben, hè? Ik kan wel hebben, die groene bril. Ja. Heel mooi. Maar ik sta toch wel een beetje voorzichtig, want ja... Nee, je mag wel zo'n beetje, hoor. Oh ja? Wel. Hup. Ja, nou, dan pleurt hij eraf, man. Nou, die is ook gebroken. Bovendien doet hij pijn door die dingen. Ja, maar weet je, lijden voor de... Lijden voor de kunst. Lijden voor de kunst. Hey, Dora, jouw artistieke... begaafdheid of überhaupt artistieke belangstelling, zo, dat heb je niet van huis uit, hè? Nee, niet. Nou, wel en niet, weet je. Mijn moeder, die vond, die had wel een enorme gevoel voor muziek. Ze kon geen noot lezen of ze kon amper lezen of schrijven. Maar ze had wel een bijzonder gevoel voor muziek. En voor, ja, we waren heel arm, dus gelukkig was thuis niks lelijks. Er was gewoon niks, weet je. Aha. Dus ik heb een soort soberheid van huis uit gekregen. Zou je niet zeggen als je al die rommel hier ziet. Maar ja, het werd altijd over mooi en lelijk gesproken bij mijn moeder. Ah. Dat werd je wel soms heel erg doodziek van. Want die kwam bijvoorbeeld wel eens later bij haar thuis. En ze keek ermee en zei... Zo, je was veel mooier toen je 10 jaar oud was. Ja, of zo, ja. En die handen, wat doe je met je nagels? En die dubbele kin en de tanden. Kijk eens naar je tanden, weet je wel. Dus alles was mooi of lelijk bij mijn moeder. Toen ik klein was, ze was een keer de voeten aan wassen. Ze had hele mooie voeten. En toen zei ze, kom jullie naar mijn voeten kijken. Want ik heb hele mooie voeten, weet je. Dat was haar enige rijkdom, was haar schoonheid. Ja. En ze vond heel erg dat wij dochters minder mooi waren dan zij. Maar dat beseft ze, dat wist jouw tante dus, haar zuster, was ook heel mooi, hè? Maar ook heel mooi, de hele familie, weet je. Ze waren heel... Heel, ja, echt van de platteland, weet je. Maar ze hadden iets heel moois op zich. Maar die tante, dat was ook een bijzonder... die heeft de hele tijd bij jullie thuis gewoond. En 40 jaar. Sprak niet met je vader, hè? Nee, want mijn vader was een fantastisch man. Ze heel eerlijk en heel... En een keer heeft hij iets met mijn tante gehad. Mijn tante die wou altijd doen alsof ze van de stad was. Maar ze was niet van de stad, ik bedoel, ze was ook van het platteland. Ja, ja. En mijn vader betaalde haar een vak, zodat zij niet een dienstmeisje hoefde te zijn. Zij betaalde als jonge zus van mijn moeder gewoon een vak. En een keer mijn vader, die kwam haar halen op haar werk. Met zo'n alpinoped, weet je. Mijn vader is een soort Picasso-type. En met iemand die kwam ook uit het dorp. En ze gaan daar bij mijn tante. En mijn tante die liep met een vriendin mee. En ze zei tegen mijn vader, ik ken u niet. Oh, ja, zo, ja, mijn ja. vader gaf daar een klap. En ze heeft nooit meer met haar gesproken. Maar ze woonden wel in hetzelfde huis. 40 jaar lang. Ja. Hey, maar jij hebt op jouw beurt... Jouw artistieke kansen zijn wel doorgegeven aan je, aan Sonja. Ja. Ja, Pedro ook. Allebei, Pedro ook, allebei hebben het een enorme kijk op dingen en het gevoel voor schoonheid. En soms is schoonheid dat je niet zomaar zichtbaar is voor anderen, weet je. Maar de verborgen schoonheid. Ja. Maar hun vader was een Tsjech, hè? Is. Ja, oké. Ja, Tsjechische ouders, maar geboren in Peru. Geboren zo? In Peru. Mijn schoonouders gingen naar Peru. Ja, een beetje voor de kiek. Om een beetje te kijken wat buiten Europa zich afspeelde in die tijd. Ja. En toen brak de oorlog en mijn schoonvader wou niet meer... Hij wou gewoon niet naar een communistisch land. Hij wou absoluut niet. Hij was gewend om op reis te gaan en als hij op reis was en hij had een vuile hemd, dan gooit hij dat weg, kocht hij een nieuwe. Ja, ja. En hij had geen zin om Europa zo uit elkaar te zien. Achteraf had hij toch wel gelijk, toch? Ik bedoel, het is toch vreselijk geworden? Ja, ja. Iedereen uit elkaar gerukt, al de families uit elkaar. Ja, hij wou gewoon in Zuid-Amerika blijven en doodgaan. Ja, maar in Zuid-Amerika is het ook niet allemaal koekenij, hè? Niet allemaal, nee. Nee. Maar ja, wat had hij liever willen wonen? In Rusland of in Zuid-Amerika? Nee, ja, ook ja. Dat vraag ik altijd. Nee, maar daarom... Dus, onder Stalin of onder Franco? Ja, onder Franco toch liever, ja. Ja. Onder Stalin liever? Nee, ja, ik weet het niet. Ik ken Stalin niet. Maar... Nou, maar... Franco lijkt me ook een teringleier. Ook. Ja. Die heeft volgehouden. Ja, dat wel, ja. Ja. Maar dat komt omdat hij neutraal is gebleven in de oorlog toen, Franco. He, zo slim was hij wel.
Was Hitler ook nog vreselijk kwaad om? Onze hele cultuur heeft te maken met de Jodendom. Dus hoe gaan er dan de Joden weg, weet je? Dan kan je heel Spanje naar de... Ja, maar toch dachten ze in de rest van Europa, hebben ze allemaal lekker weggehaald. Maar daar dus niet. Nee, daar niet. Dus dat is een pluspunt. Dat is een pluspunt voor Franco, ja. Dat is waar. Maar dat je vader zou je nou eens zo moeten horen praten, hè? Mijn vader is als hij ging zijn graaf draaien, als hij hoort over Franco. Toen mijn vader naar de nieuws luisterde, weet je, na de nieuws, dat was altijd... Gloriosos caídos por Dios y por España. Presentes. Viva Franco. Arriba España. Mijn vader ging gelijk de radio uitzetten, want daarna kwam het liedje. En toen ging ik, dus als mijn vader de radio had uitgezet, dan ging ik dat liedje zingen. Van de, was dat van de Falange? Van de Falange, ja. Ja, maar al die liedjes van de Falange weer. Ik heb een keer met Frans Vogel al die liedjes zitten zingen. Want die lijken precies over de socialistische liedjes. Ja, tuurlijk, ja. Het is precies hetzelfde, weet je. Dat sentimentele vaderlandslied. En bij de ene zijn de vlaggen rood en bij de andere zijn de vlaggen zwart. Ja, maar altijd vlaggen. De enige vlaggen dat ik mooi vind was in New York. Die hele grote vlaggen, je weet niet wat voor ze staan. Maar ze wapperen heel mooi. Oh. Dus een vlag zonder betekenis. Bestaat dat? Een vlag zonder betekenis? Ik vrees voor niet. Nee. Jammer. Wat een witte vlag heeft ook een betekenis. Hij heeft ook een betekenis, ja. Dat is de vlag van de overgave. Ja. Overgave, ja. Overgave, ja. Tuurlijk. Ja. Nee, alle vlaggen hebben betekenis. Ja, nou dan moeten we een vlag ontwerpen die geen betekenis heeft. Ja, dat zal nog een hele... Want de kleuren betekenen al iets. En alle voorstellingen die je hoort, maar ja... Kijk, die Catalaanse kleuren, weet je. Dus die vier strepen, die vier rode strepen over geel. Dat is ook iemand die dood is gegaan. En die doopte de vingers... Oh nee, zijn eigen wonden. Oh. En dan heeft hij zo de vier strepen... op de grond getekend. Een mooi verhaal. Dat is een mooi verhaal om mee te sluiten, vind ik. He? Toch? Dornheid, het was hartstikke leuk. Ja, volgens mij leuk. Weten we toch iets. Ja, nu zeggen we niks zinnigs meer, volgens mij. Goed. We zijn uitgepraat. Ja. Hallo? Dag vrouw, je spreekt met papa. Zeg, het is erg druk op de zaak, dus... Ik moet vanavond zaak eten. Ach, nee toch? Ja, jullie moeten vanavond een boterhammetje eten. Ja. Ja, wat kan van binnenkort? Hier, begin maar met deze. Dan word je later vast een grote zaken, meneer. Zeg, wie was dat? Oh, niemand. Verkeerd gebonden. Calvé pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden? The original Route 66. More than 70 minutes of road music. All your favorite rock songs. Hey, babe, get your kicks on Route 66. Route 66, out now. Kopie bestaat aanstaande maandag 7 oktober 1 jaar. En dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Wat kan je allemaal verwachten? Op deze feestdag zullen alle programma's van Kopie te zien zijn. Dus ook de Lounge, het Liefdesnest en Way of Life. Bovendien zullen we samen met de oude presentatoren terugblikken op alle leuke en bijzondere uitzendingen. En Call TV zou Call TV niet zijn zonder spelletjes en waanzinnig prijzen. Dus kijken en bellen maandag 7 oktober. Hestor heeft nu een stootvaste, krasvaste, slijtvaste, kindervaste verf gemaakt. Voor trapleuningen, plinten, deuren, meubelen en keukens. En Dura van Hestor. In één woord, onaantastbaar. Wat ziet dat eruit? Laat dat maar aan mij over. En deze aardappelresten? Geen punt, daar heb ik zin voor. Wat dacht je hiervan? Theekopjes, doe maar. Daar schrik jij toch niet van? Nee hoor, niet met Sun-tabletten. Tests bewijzen het. Sun maakt de vuilste schalen schoon en verwijdert zelfs hardnekkige theevlekken beter dan elk ander tablet. Kijk, alles is stralend schoon. Op specialisten kun je vertrouwen. Sun, de vaatwasspecialist. Ik ben voor mezelf begonnen in 1973. Echt niet de makkelijkste tijd. Zeker niet voor een vrouw. We dronken allemaal kamers en gunnik in die tijd. Hele goede koffie. En niet duur. Mijn winkeltje is inmiddels wel een beetje groter geworden. Maar wat er ook veranderd is, ik drink nog steeds Kalis en Gunning. Het is gewoon hele lekkere koffie.
En waarom zou je meer betalen? Let it all come true. This dog, please take your check back. I'm sorry, a deal is a deal. Besides, I already promised the dog he'd get laid. Morgenavond lachen met John Candy. Don't gamble. James Belushi en Sybil Shepherd. Het winnaarsloon voor een loslopende tackle brengt bij dit stel het slechte naar boven. Morgenavond de comedy Once Upon a Crime. En zondag Alicia Silverstone in The Crush. You sure you're only 14? Almost 15. Het toeval bracht een veel te jong meisje in zijn leven. You're too young for me. There's nothing between us, nothing. De kracht van haar kwaadaardig verlangen kent geen grenzen. Ze laat hem nooit meer los. I still love you, Nick. Zondag, The Crush. Dit weekend, Kaskrakers op 6. Nog steeds ijsvlekken. U houdt van roomijs, hè? Ja, maar ik hou niet van die vlekresten. Volg mij dan. De waarheid zit van binnen. Compact wasmiddelen kunnen zulke vlekken niet altijd aan. Je hebt Dixaan Megapearls nodig. Waarom? De waarheid zit van binnen. Dixaan Megapearls is nu versterkt met Blue Energy, waardoor het dieper inwerkt op de vlekken en de meest hardnekkige vlekken verwijdert. Zo schoon? Eens kijken. Vlekkeloos. Dixaan Megapearls met Blue Energy. Vlekkenkampioen. 10 jaar Plusmarkt, dat vieren we. Dixaan Megapearls nu extra voordelig bij Plusmarkt. Tijdelijk bij Crodino, een gratis kroonkurkopener. Het gaat wel veel over de taal, hè? Zo die vorige uitzending ook al enigszins, met de Heatbrink natuurlijk. En nou weer met het Esperanto. En nou hebben we ook een schrijver hier, die dus een oorspronkelijke taal het Frans is. En die komt uit Algerije. Spreekt dus Frans. En is hier naar Nederland gekomen. En schrijft nu in het Nederlands. En dat is Sylvain Efimenko. Hallo. Ja, nee. Ja. Prima de luxe. Ja, zeg, spreek nou eenmaal. Ja, nee, heel goed. Ja, tuurlijk. Zo, het eerste keer dat ik van jouw bestaan op de hoogte kwam, dat was via dit boek, dat Façade. Façade, ja. Ja. Wat natuurlijk, wat ik daar interessant in vond, dat is dus nu dus helemaal bewaarheid van die affaire van die container. Ja. Hè, met die man die zijn zaak. Bozio is dat. Ja, Bozio. Ja. Bozio-affaire. Ja. Maar dat heb jij tot een roman verwerkt. Ja, omdat destijds eigenlijk. Ik kon geen uitgever vinden die geïnteresseerd was in de werkelijkheid. Nee. Zoals het in Nederland gebeurt. Nu zie je dan pakweg 5-6 jaar later. Ja, ja. Dat via de IRT dat iedereen dat aannemelijk vindt. Ja. Maar destijds was ik een beetje alleen in de woestijn aan het preken. Ja, ze vonden jou een beetje querulant. Dus ja, een beetje lastige, vervelende. Ja, dat is ook een die Fransozen en dan ook nog. Ja, het is denk ik voor mijn gevoel het ergste. Dat kan jou overkomen in Nederland. Dat is of Duitsers zijn of Frans. Want dan kan je beter inderdaad. Ja, heb je daar echt veel last van? Ja? Nou, zeg maar in dat soort onderneming waar je iets probeert te vertellen waar je, dat je tegenkomt. En ook nog, in dit geval ging het om een Fransman, een Franse zakenman, wiens bedrijf was misbruik door loesje figuur die min of meer te maken hadden met de CIA en andere. Ja, maar ook met de regering toch? Absoluut, dat bedrijf werd volledig gefinancierd door de overheid, in dit geval door economische zaken. En dan zie je dat het maar eigenlijk een voorloper was van wat nu met de IRT is gebeurd. Ja, en toen is dat in de doofpot terechtgekomen. Ja, maar dat is de IRT ook nog eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar je hebt dus een eigenaar de achtergrond. Je bent dus geboren in? Algerije. Ja. En je bent dus een pied noir, hè? Een pied noir, een zwarte voet. En dat, een zwarte voet, waar komt dat vandaan? Nou, de Arabieren die de eerste kolonisten zagen aanmeren in Algerije, hadden voor het eerst, dat is dan een soort legende geworden, die soldaten gezien met zwarte laarzen. En dan hebben ze onmiddellijk zwarte voeten genoemd. Juist. En dat is bijgebleven. En later, die kolonisten,
dat waren wij dus. Ja. Mensen die, die werkelijk een vrede oorlog hebben uitgevochten in Algerije. Hebben dat predicaat, dat embleem Zwarte Voet zich eigen gemaakt. Ja. En dat een huismerk gemaakt om een eigen strijden voor te zetten. Ja. Zwarte Voet was... Dit boek gaat over de strijd in Algerije? Dit boek gaat voornamelijk Blauwe Nacht. Over de blauwe nacht van een kindje van zes die later een adolescent wordt. Die langzamerhand achterkomt dat hij geboren is in een... En dat hij opgevoed wordt in een... Ja, in een racistische samenleving. Juist. Waar Arabieren onderdrukt worden. En waar hem eigenlijk allerlei soort verhalen worden verteld die niet kloppen met de werkelijkheid. Maar die Pienaars waren dus eigenlijk de kolonisten in Algerije. Die werden zo genoemd door de oorspronkelijke bevolking. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar jij bent wel geboren in Algerije. Ik ben geboren. Ik ben ook als een kleine racist opgevoed. Ja. He, want de absolute kwaad, De duivel, dat was de Arabier. Terwijl degene was die in dit land geboren was. Ja. En die als het ware opzij werd geschoven en niet aan een normale bestaan kon komen. Toen kwam jij dus in Frankrijk. Mm-hmm. Ja. Dan ging je dus weer terug naar het land waar die kolonisten eigenlijk vandaan kwamen. Maar daar was je ook een vreemdeling. Ja, want je was daar nooit geweest. Nee. Dat kan je een beetje vergelijken met Indonesië. En je werd, je moest vluchten. Want het was een echte apocalypse aan het eind van de oorlog in 1962. Ja, ja. En je vluchtte als het ware voor je leven. Met de OAS, zo was het toen toch? De OAS was dan de echte organisatie van de Pieds-Noirs. Die zorgde dat de burgeroorlog in stand werd gehouden. Generaal Massu, had hij daar wat mee te maken? Wie? Toch? Generaal Massu? Ja, Massu, inderdaad. Ja. Ja. Dat was een van de speelfiguren van de OAS. Ja. Ja. En toen had je dus ook nog... Er was natuurlijk ook een Algerijns front toen. Ja, het FLN. Ja, FLN. Ja. 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 En wat is daar uiteindelijk... Ja, dat heeft uiteindelijk toch geleid dat de Fransen verdwenen zijn. Ja, inderdaad. De Fransen zijn daar verdwenen. En zeg maar op een nogal moeizame manier opgevangen in Frankrijk. Ja. Want wij werden beschouwd als het ware als de mensen die de Arabieren hadden onderdrukt. En het was ook terecht natuurlijk. Ja, ja. Maar het gros van de mensen die ineens in Frankrijk aankwamen... dat waren mensen die helemaal geen geld hadden en geen situaties en dergelijke. En die kwamen totaal ontheemd in Frankrijk. En dat is ook een verhaal. Die werden daar natuurlijk ook met hun reet aangekeken. Zo is het toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, maar wat is jij er naartoe gebracht om naar Nederland te gaan? Nou, ik heb een meisje ontmoet, een Nederlandse meisje. En ik heb ook... het Nederlands geleerd, eerst in Frankrijk en later hier. Ja. En ik ben nog, nu al wat jaartjes... Ja, je woont hier een hele tijd. Ja, in Rotterdam, vlakbij. Ja. Maar volgens mij, je schrijft dus over Nederland. Ja. En over Nederlandse toestanden. Mm-hmm. Maar volgens mij kan jij dat, hoe noemen ze dat, twice removed, kan je dat bekijken. Hè? Want je hebt dit Nederlands eigen gemaakt, maar je bent dus een vreemdeling ook hier. Ik ben En je bent dus een vreemdeling in Frankrijk al, dus je bent eigenlijk... Je hebt flink wat distantie. Ja.